eigenlijk aan die mooie haren? Doei doei. Oh, die mooie haren. Ja, hoe ik eraan kom? Nou ja, dat was wel een gift, hè. En heb je er ooit wel eens over nagedacht van, ik ga iets heel anders doen? Nee, want ik vind het heel erg bij mij passen. Maar het is wel een gedoe om het zo te krijgen. Want ik heb van oorsprong echt heel stijl haar. Dus ik moet echt wel met de föhn aan de slag en zo. Om het een beetje er zo uit te laten zien dat ik op Hans Klok lijk, zeg maar. Wat is de eerste goocheltruc die je ooit hebt geleerd? Dat was een glazen fles. Mm-hmm. En daar zat een toverstokje in. En het toverstokje op magische wijze zweefde dat uit de fles. En hoe oud was je toen? 10. Dat goochelen, dat fascineerde mij zo. Dat je iets kan laten zien wat er boven natuurlijk uitziet. Maar er zit natuurlijk altijd een truc achter. En daarvoor moet je heel veel oefenen. Dus ik heb echt jaren op mijn kamer voor de spiegel gestaan. Bordje op de deur, geheim. Niemand mocht erin. En zo. Ja. Niemand mocht zien wat je aan het doen was. Nee, precies. Het was allemaal groot geheim. Hey, is er ook een school voor goochelen? Wat een leuke vraag. Is er een school voor goochelen? Ja. Nou, in andere landen wel. Bijvoorbeeld in Korea, in Azië. Daar is het heel populair, het goochelen. In Nederland is het moeilijker. Hallo Hans, ik wil later ook goochelaar worden. Heb je nog goede tips voor mij? Doei! Ik zou altijd klein beginnen. Ga niet gelijk je buurmeisje doorzagen, want dat zou natuurlijk heel gevaarlijk zijn. Ja. Oké, okay, dat is een goede tip. Dat is een goede tip. Begin klein. Begin klein, want eigenlijk vind ik dat een goede illusionist is meestal bijna altijd ook een goede goochelaar. Wat is het verschil daartussen? Ik denk niet dat alle kinderen dat weten. Het verschil tussen goochelaar en illusionist, eigenlijk doen ze hetzelfde. Alleen bijvoorbeeld een goochelaar laat een kaart verdwijnen en een illusionist die laat een olifant verdwijnen. Hallo Hans Klok, ik ben Pieter en mijn vraag aan jou is, hoe kan je een beter slide of hands leren doen? Oh, wat een moeilijk. Doei! Doei! Hoi Pieter, even een kleine demonstratie van the art of slide of hand. Als tip voor kinderen, mijn vader knipte vroeger de randjes van de speelkaarten eraf, omdat mijn handen te klein waren. En dat ook belangrijk is, Pieter, dat klap ik alvast, het is een vleeskleurige kaart. En dat helpt heel erg goed om de kaart te verbergen waar je ze ook vandaan haalt. Omdat dit heel erg op je huidskleur lijkt. Hoi Hans, wat is je allergrootste blunder? Doei! De allergrootste blunder? Nou, dat weet ik wel. Ik trad ooit op in Duitsland. Mm-hmm. Je moet iets verzinnen dat de pers, de journalisten, de kranten, dat ze in één zin kunnen laten zien wat jij doet. Yeah. Toen zei iemand als tip, waarom laat je niet een olifant verdwijnen? Dat is een oude illusie. Dat mocht in die tijd nog. En dus stond er in de krant, Hans Klok, er lasst ein elephant verschwinden. Mm-hmm. Hij laat een olifant verdwijnen. En nou, die olifant verdween elke avond. Maar één avond, dat was in het Schiller Theater in Berlijn, had die olifant er niet zoveel zin in. Want een olifant moet natuurlijk wel een beetje meewerken om te verdwijnen. Aan de truc. Ja, hij verdwijnt natuurlijk niet echt. Het ziet eruit dat hij verdwijnt, maar hij verdwijnt niet echt. En die olifant, die Kenia, die dacht, nou, ik sta hier goed. En is uiteindelijk niet verdwenen. En dat is wel een moment dat ik wilde dat ik mezelf kon laten verdwijnen. Chips of chocola? Chips. Zingen of dansen? Dansen. Altijd een kooltrui aan of altijd kort haar? Dan maar kort haar. Clown of acrobaat? Acrobaat. Föhn of tandenborstel? Föhn. Wind of regen? Wind. Wat vind jij je allerbeste truc? Ik vind mijn beste truc, de origineel heet dat suspended animation. Mm-hmm. Dat is een razendsnelle verwisseling. En ik vind de sleight of hand dingen leuk met de kaarten. De zwevende gloeilamp, die ik als enige mag vertonen in de wereld. Van Harry Blackstone uit Amerika. Je hebt al zoveel bereikt in je carrière, maar wat zou je nog heel graag... Wat staat er nog op je to-do-list om te doen? En als laatste, we zien je natuurlijk wel heel graag in actie, hè? Dus ik heb hier een kaart. Kan je daar een trucje mee doen voor ons? Komt-ie, ik stuur hem naar je toe.
Nou, dankjewel, Olivier. Wat ik graag zou willen, ja, een eigen circus, dat wil ik. Ja? Ja, want ik vind circus wel heel erg leuk om te doen. De buurvrouw, dat is het slangenmeisje uit Colombia. En de buurman aan de andere kant, dat is de messenwerper uit Italië. Het is heel internationaal. Dus je wil eigenlijk gewoon met je eigen circus de wereld over? Ja, met mijn eigen circus, ja. En maar misschien dat ik het niet circus noem, maar House of Mystery of zo. Iets in die geest.